benadrukt dat we wel inhoudelijk ons goed en beter kunnen vinden. Dank u wel. Meneer Gerritsen, dit is voor u de tweede begroting, dus u wist eigenlijk wat u te wachten stond. Ja, ja, uiteraard. Een begrotingsbehandeling is natuurlijk een van de twee belangrijkste onderdelen van het jaar waarin de gemeenteraad werkt. In juni de perspectiefnota, waarin we een aantal jaren vooruitblikken. En in november de begroting van het volgende jaar. En ja, dan komen alle 14 fracties aan bod. En ja, dat is een heel nuttig moment, zo'n vergadering. Maar doordat het zoveel fracties zijn, duurt het ook lang. Ja, het is een hele zit. Gelukkig zijn er regelmatig schorsingen. Dus daar kun je even op adem komen. Ja. Maar hoe vindt u dat het nu loopt? Nou, tot dusver, wat je in zo'n vergadering ziet is dat partijen ook, zeker omdat er volgend jaar verkiezingen zijn, toch een beetje de messen beginnen te scherpen. En wat stelliger zijn over de dingen die ze wel of niet willen, hè, met de gemeentelijke begroting. Ondanks dat, en zo ken ik de Raad van Almelo ook, de samenwerking is goed en gezond en plezierig. En als je zo'n samenwerking hebt, dan kun je ook tegen een stootje af en toe. En dat hoort er ook een beetje bij het raadswerk. Dus we krijgen geen toestanden dat er wethouders weg moeten of zoiets? Nou, we zitten nu vlak bij de ontknoping van de begrotingsbehandeling. En mijn indruk is dat het college wat vanmorgen is aangetreden in deze zaal ook weer deze zaal gaat verlaten. Ja. Als college van Almelo, ja.